Dan kom ik in deel 2 van de spijsvertering. In het vorige stukje hadden we gezien dat de spijsvertering nodig is om die grote macromoleculen die we tot dusver besproken hebben, af te gaan breken tot hun kleinste component. Met als doel om ze op te kunnen nemen in ons bloed en om er nadien andere dingen mee te kunnen doen. Ja? We hadden ook gezien dat die macromoleculen best groot kunnen worden. En dat dat dus vaak gaat over een meerstapsproces. Dat je dat niet zomaar in ene stap kunt klaarkrijgen. En daar zijn dus best wel veel enzymen bij betrokken. Nu, die enzymen die erbij betrokken zijn, gaan ze hier dieper op in waar dat die zich juist bevinden. Waar dat die juist tussen beiden komen. En om dat een beetje duidelijker te maken, ga ik hier proberen om met 3 verschillende kleuren te werken. Je zal zien aan de linkerkant gaan ze eigenlijk dat spijsverteringsstelsel verder af, ja, in het geheel. En dat doen ze om die situering een beetje duidelijker te maken. Je ziet ook dat op een gegeven moment de dikke darm niet meer verder uitgewerkt wordt. En hoe komt dat? Wel, dat geven ze eigenlijk hier aan. In die dikke darm ga je voornamelijk water en zouten gaan terugrecupereren uit dat geheel. Waarom dat water en zouten terug gaan recupereren? Wel, kijk hier eens een keer. Je voegt hier een sap toe. Je voegt hier weer een sap toe. Je voegt hier weer een sap toe. Dat is echt een heel erg waterige bedoeling dat daarin zit. Dat water, dat ga je moeten recupereren. Doe je dan niet voldoende, met welk ziektefenomeen zit je dan? Ja, dan heb je gewoon diarree. Dan komt het op neer, waterige diarree op dat vlak. Nu, om het even te overlopen, gaan we dat dus splitsen in verschillende onderdelen. En het eerste dat we tegenkomen, ik ga hier even een groen kleurje voor gebruiken, is amylase. Een klein geheugensteuntje, amylase, diende voor zetmeel om te zetten in maltose. Dus met andere woorden, het is een afbraak van de saccharide, de koolhydraten. Daar beginnen ze eerst mee. En dat amylase, dat is nog heel even actief hier, dat is nog actief in de mond, in de slokdarm, is plots niet meer actief in de maag, ja? Maar begint dan wel terug actief te worden, vanaf dat we hier terug in die 12-vingerige darm en de dunne darm komen. Ja. Nu, waarom valt dat nu even weg? Nou, dat heb ik hier eigenlijk al aangeduid als antwoord. Dus pauzeer gerust even en vul in. Het is daar gewoon te zuur. Dat eiwit, dat verandert van vorm en kan dus door dat sleutelslotprincipe dat we vorige keer gezien hebben, niet meer werken op dat zetmeel. Ja, dat past gewoon niet meer. Ja. Dat is het voor de saccharide, voor te zeggen, dat amylase. Nu, dat is niet de enige die dat instaat voor het afbreken van saccharide. Je moet weten, amylase, dat is eigenlijk grof knipwerk. Dus voor die enorm grote blok om te zetten in die kleinere. Het fijne knipwerk, namelijk het om te zetten van die saccharide in monosaccharide, dat gebeurt pas helemaal op het einde van de spijsvertering in die dunne darm. Dan heb je bijvoorbeeld hier lactase als een voorbeeldje van zo'n disaccharide te knippen, namelijk lactose. Saccharase om saccharose als disaccharide te knippen. En maltase om maltose als disaccharide te knippen. Dus hier heb ik in het groen die stappen van de koolhydraten weergegeven. Hoe zit het dan met die vetten in het verhaal? Wel, ik zie hier pepsine staan. Pepsine is voor polypeptide om te zetten tot oligopeptide. Heeft niks te maken met het verteren van vetten. Het is pas vanaf hier, in de 12-vingerige darm, dat je effectief gaat kunnen spreken van hier wordt vet een beetje afgebroken. En waarvoor dient dat? Ja, om lipiden om te zetten in glycerol en vrije vetzuren. En ook in de dunne darm gaat dat nog actief zijn, dat enzym. Ja, dus vetten, dat is een heel simpele afbraak. Dat is pas effectief op het einde van je spijsvertering dat gebeurt. Daarom dat ook als je een klein beetje je eigen flauw voelt en zegt van oh, ik heb dringend een boostje nodig van energie voor iets te eten, dan moet je niet teruggrijpen naar iets vetrijk. Want dat vetrijk dat gaat pas effectief je energie kunnen opleveren en verteerd worden als je in de tweede helft van je spijsvertering, dus voorbij de maag zit. Heeft geen zin hè, om daar even een snelle boost uit te krijgen. Terwijl die suikers, die koolhydraten, ja, die wel, hè, die zitten al van het begin van uw spijsverteringsstelsel, worden die al onderhand genomen.
Hoe zit het dan met onze laatste categorie, de moeilijkste om te snappen, die eiwitten? Wel, de eerste stap voor die eiwitten was pepsine. Grof knipwerk, een endopeptidase, om polypeptiden en eiwitten om te gaan zetten in oligopeptiden. Dus grof knipwerk. Eerste van het grof knipwerk. Dat ook het tweede van het grof knipwerk, de trypsine, is ook van de pancreas af actief. Dus dat wordt toegevoegd via die pancreas en zal dus bij gevolg ook nog actief zijn in de dunne darm. Dat blijft daar gewoon in zitten en blijft zijn ding doen. Er zit ook heel weinig pH-verschil op, zoals je kunt zien. Dus die twee die zijn grotendeels gelijk. Ja. Welke is nog actief buiten die endopeptidase die we hebben besproken? Exopeptidase gaat ook nog actief zijn. Die twee. En waarvoor dient de exopeptidase? Telkens om aan de buitenkant iets te gaan afknippen. Dat wordt pas gedaan vanaf dat je de maag gepasseerd bent. En welke is de allerlaatste stap die dat dan moet gebeuren? En dat is ook logisch dat die dus alleen maar gebeurt in de allerlaatste stap hier. Voor de eiwitten. Die peptidase. Degene dat die dipeptide gaat afknippen tot fijne aminozuren. En dat kan dan effectief opgenomen worden in het bloed. Ja. Ik ga hier ook even markeren in het rood. Met een gepaste kleur, voor wanneer je het kan opnemen in het bloed. Dat is eigenlijk een beetje een inleiding voor het volgende hoofdstuk dat we gaan zien. Maltose, hier, gevormd uit zetmeel door de amylase, een disaccharide, kan nog niet opgenomen worden. Disaccharide, kan nog niet opgenomen worden. Oligopeptide, te groot, kan nog niet opgenomen worden. Hier is er een eerste, voorzichtige, kleinste bouwsteentje dat opgenomen kan worden. En hier ook. Daar mag je naar rood bij schrijven. Dit kan opgenomen worden in het bloed. Deze ook. Dat zijn monosacchariden. Dat kan perfect. Deze ook. Deze ook. Dit nog niet. Dat zijn nog te grote dipeptiden en tripeptiden. Glycerol en vrije vetzuren. Dat is de kleinste, dus de eindstap van zo'n reeks. Kan opgenomen worden. Kan opgenomen worden en kan opgenomen worden. Je ziet hoe dat voornamelijk in het laatste deel van je spijsverteringsstelsel is, dat alles op kan beginnen genomen worden in het bloed. En dat is ook de functie ervan. Dat is ook de reden waarom dat die dunne darm zo lang is bij de mens. Dat is een heel langzaam proces, dat opnemen, en daarom dat dat daar pas kan gebeuren. Ja. Dan overlopen we nog even de vragen met jullie. In welke organen wordt zetmeel afgebroken tot maltose, vragen ze eigenlijk, waar is amylase actief? En als we dat controleren, dat is de mond, dat is de slokdarm, en dat is de 12-vingerige darm. Dunne darm mag je hier gerust ook nog bijschrijven, want ook daar is die nog altijd actief. Ja. Maar, ik moet wel even zeggen, de kans dat er nog veel zetmeel zit in je dunne darm, is heel klein. En dan is dat enzyme al heel lang aan het inwerken. Dus misschien daarom dat ze in het boek dat er nog niet bij zijn. In welk orgaan worden dipeptiden afgebroken tot aminozuren? Wel, dat is pas. Dipeptiden afbreken, dat is een laatste stap. Pas in de dunne darmen dat dat gebeurt. En hoe verklaar je dat pepsine van de maag niet meer werkzaam is in de darmen? Dat was heel gelijkaardig als dat amylase dat plots wegviel. Pepsine werkt alleen bij een heel zuur milieu. En dat is dus alleen in de maag dat dat ding zijn werk kan doen. Ja. Goed, volgende bladzijde. Deze vind ik een absoluut geweldig vraagje om in te vullen. Probeer dat gerust zelf eens. Pauzeer de video en probeer het allemaal aan te vullen. Antwoorden krijg je uiteraard van mij direct erbij. Deze is handig, want je moet gewoon letters invullen. A, B, C. Als jij zegt van, ah, hier is dat werkzaam in dat geheel. Dat wil dus zeggen dat er hier van boven bijvoorbeeld maar heel weinig letters zijn. Hè? Want er is nog niet echt veel van sap toegevoegd, alleen speeksel. De slokdarm, hetzelfde verhaal, dat blijft hetzelfde. En hier in de maag, we hebben gezien dat amylase niet meer kan werken, het is daar gewoon te zuur. Maar wie doet zijn werk daar wel? En deze is een beetje een lastig lettertje om te snappen. Stel ineens een F. Waarom een F van een endopeptidase? Altijd handig om daar even bij te schrijven welke dat juist zijn. Het gaat over
trypsine en trypsine. Dat zijn de twee endopeptidazen. Ja. Als je de rest nog wil aanvullen, hier in de 12-vingerige darm, dat is een gigantische hoeveelheid dat daar actief is. Daar staat weer zo'n F bij, maar deze keer verwijst die F niet meer naar het pepsine, maar naar het trypsine, in dit geval. Ja. Ook amylase kan terug actief worden, want de pH is direct terug in orde. Vetten beginnen pas vanaf hier afgebroken worden. Het is ook trouwens de lever en de gal dat daar een heel belangrijke rol in speelt. Endopeptidase heb ik uitgelegd. Exopeptidase is daar ook mee betrokken. Waar komt hier nu de grote bij verschijnen? Die een H gaat hier ook komen staan. Eigenlijk moet je je best al doen om niet in het lijstje hier te staan. Alles is zo goed als actief daar, in dat laatste stuk. Dus dat is de makkelijkste om in te vullen in dat vraagstuk. Nu, wat zijn dan de drie functies van het spijsverteringsstelsel? Daar hebben we het ook al kort over gehad. Je gaat het moeten verkleinen, die voedingsstoffen, tot hun basisbouwstenen, zodat ze kunnen opgenomen worden. We hebben het al gehad over heel veel water gaat er terug moeten gerecupereerd worden. Want je voegt zelf heel veel sap en water toe om dat te kunnen doen. En uiteindelijk ook nog, het moet eruit komen op het einde. Alles wat dan niet verteerbaar is in het lichaam, dat moet er op het einde ook nog terug uitkomen. En dat gebeurt ook daarmee. Verklaar waarom sommige mensen lactose-intolerant zijn. We hebben dat vorige week heb ik dat eigenlijk al moeten kijken of dat je het al begrepen had. Vergeet niet die testen, die doe ik louter voor te zien van zijn ze mee met die leerstof. Want eigenlijk is dit het antwoord dat daarbij stond. Je kunt geen lactase aanmaken en bij gevolg kun je die lactose uit de voeding niet goed gaan verteren. Daar zit hem het probleem. En welke klachten kunnen we daarover hebben? Dat zou je moeten opzoeken, maar wat is dat hier? Bacteriën kunnen daar echter wel mee aan de slag. En wat is het probleem? Die gaan daar veel gassen en vergistingen bij laten gebeuren. Maar dat krampen, winderigheid, diarree, al die dingen die blijk geven van er is iets mis met je spijsvertering, die gaan daar optreden. Ja. Nu, wat hebben ze hier dan nog eens een keer duidelijk gemaakt? Proberen van een overzichtje te creëren per voedingsstofklasse voor jullie, zodanig dat je daarmee aan de slag kan om dat te studeren. Ze proberen het hier ook een klein beetje samen te vatten. Voilà. Je ziet sommige, dat is een heel korte reeks, die bieden zelfs een reeks van één. Saccharide, dat moet in twee stappen gebeuren. En eiwitten, dat zijn zo'n gigantische dingen die dat moeten gebeuren in meerdere stappen. Eventueel wel de moeite om weer hierbij te schrijven dat hier pepsine staat geschreven. Dat kan ook gebeuren door trypsine. Ik vind het een beetje jammer dat ze die hier niet vermeld hebben in bloed, dat daarbij zit. Dat was het voor het stukje van de spijsvertering. Volgende filmpje gaan we terug een beetje dieper ingaan op hoe dat die absorptie en die transport gebeurt van die voedingsstoffen. Tot dan!